Goedenavond, Zeeland Nu van zondag 7 augustus. Kijkt u naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Op het veld bij VV Kloetingen zijn vluchtelingenkinderen en volwassenen druk bezig met de tweede selectie van de club. Er wordt een zogeheten teambuildingsdag gehouden. De kinderen genieten zichtbaar even weg uit het AZC en lekker spelen met de bal. Deze twee knulletjes hebben het ook naar hun zin. En dat niet alleen. Sinds ze in Nederland zijn, hebben ze ook weer dromen. Sowieso status krijgen eigenlijk. Goed leven hebben. Profvoetballer. Gewoon heel goed. Ja. Om profvoetballer te worden, profkeeper en dat ik een villa krijg, een Lamborghini. En dat ik kan toveren. Dat is een behoorlijk grote droom. Ja. En als je zou kunnen toveren, wat zou je dan willen? Dan zal ik toveren hamburger met pizza. Toch worden er op de teambuildingsdag ook dromen verwezenlijkt. Namelijk in de keuken van VV Kloetingen. Dit is Omar. 5 jaar geleden kwam hij vanuit Zambia naar Nederland. En nu kan hij weer eens doen wat hij in Zambia ook deed. En dat was koken. Ik kook pindasaus. Dat is met de vegetables en tomatoes en oil en ja, voor pindasaus. Lekkere pindasaus dus. Voor uitgebreide interviews en portretten van deze vluchtelingen kunt u terecht op onze website. Vanmorgen vroeg vertrokken ruim 500 wielrenners vanuit Zierikzee voor de 7e editie van de Giro di Schouwen-Duiveland. De fietstocht werd in het leven geroepen toen de Giro d'Italia in 2010 over Schouwen-Duiveland reed in de etappe Amsterdam-Middelburg. De tocht bestaat uit verschillende afstanden. Hoeveel kilometer gaat het worden, meneer? 100. We zijn van de wielervereniging Barendrecht. We rijden al jaren hier vanaf het begin, dus moet lukken. Is dit een mooie tocht? Heel mooi. Het is jammer dat hij niet over het hele eiland gaat, maar het is een prachtige route. Morgen. En u houdt zich helemaal aan de dresscode, zie ik. Ja, in de typische Giro kleuren, dus voor aangeschaft, ja. Wielercorrivee Wim Everts uit Zierikzee stond aan de wieg van de succesvolle roze toertocht. En je ziet wat voor evenement dat is. Fantastisch. Is het nog altijd omdat toen in 2010 hier die Giro passeerde? Sindsdien rijden we ieder jaar, ik dacht de eerste zondag van augustus, de Giro Schouwen-Duiveland. En dat is natuurlijk leuk. Daar gaan we. Heel veel plezier. En jullie twee banden, maar ik krijg ook een band met Schouwen-Duiveland. Denkt u tijdens die rit vandaag nog wel eens terug aan 2010? Nee, niet zozeer. Dat is, ik heb hem ieder jaar nog gereden. Dan heb ik de grote afstand gereden. Maar ik ben ziek, dus dan rij ik een grote afstand mee. Maar dit is natuurlijk leuk om mee te maken met de sfeer, de ambiance. Middelburg houdt dit jaar voor het eerst een prikkelarme kermis. Dat betekent dat het geluid wat minder is, de lichtjes zijn iets minder. En dat is speciaal voor kinderen met autisme of een verstandelijke beperking. Of gewoon voor mensen die het even iets rustiger aan willen doen. Jij bent hier ook speciaal omdat het wat rustiger is, hè? Ja. Merk je dat nou ook? Ja. Waarom is het nou zo belangrijk voor jou dat er minder geluid is? Omdat ik niet zo goed tegen harde geluiden kan. En als ik in harde attracties ga, dan word ik ook een beetje misselijk en zo. En wat vind je het leukst op de kermis? Ballen gooien. Gaan we dat zo meteen ook nog even doen? Ja. Okay, gaan we nu eerst nog even lekker crossen. Gaat hard, hè? Ja. Meneer met de dochter naar de kermis. Ja, hartstikke leuk. Vorig jaar hebben we dat geprobeerd om met haar op de draaimolen. Maar ze was al niet in de buurt te krijgen vanwege de herrie. Dus ik ben nou blij dat ze dit nou doet. Nou, is er nog wel wat geluid? Is ook dit al te hard? Ja, nou, het gaat nu. Ja, zoals je ziet, ze kruipt half in me. Maar we gaan het gewoon proberen. En we zijn al lang blij dat het een keertje zo is. Is het leuk? Ja. Is dat cool? Ja, keil. Ze was vanmorgen wat zenuwachtig om hier te komen, zou ik maar zeggen.
En nu lijkt het, ja, het lijkt iets te kalmeren, nou, inderdaad. Tot zover de geluidsloze kermis in Middelburg. Nou ja, geluidsloos niet helemaal natuurlijk, maar toch al een stuk minder dan een reguliere kermis. En jullie hebben wat gewonnen? Ja. Wat heb je gewonnen? Een pistool om ballen mee te gooien. En wat heb jij? Een toeter. Een mooie toeter, dus een knallend einde voor jou. Ja, dan ga ik wel naar huis. Doei. Doei. Schaken, de 20e editie van het HZ-toernooi in Vlissingen is begonnen. Dit is de man om in de gaten te houden, dit toernooi uit India. Krishnan Sasikirian, hij is een van de 14 grootmeesters die in actie komt op het grootste schaaktoernooi dat Zeeland heeft. Koen Leenhouts is geen grootmeester, maar wel de hoogst geplaatste internationaal meester uit IJsendijken. En al zelf de geplaatst. Volgende week zaterdag weten we wie zich tot de schaakkoning van deze editie mag kronen. De ochtend begon nog met zonneschijn, maar al vrij snel dreven er vanuit het westen laaghangende wolkenvelden binnen, die op de satellietfoto wat moeilijk herkenbaar zijn, maar met enige moeite kan men toch een storing zien passeren. Die is vanavond en vannacht weer gepasseerd, maar dat betekent niet dat het erachter helemaal opklaart. We blijven een afwisseling houden van opklaringen en wolkenvelden en met het matige, aan zee vrij krachtige westelijke wind daalt de temperatuur naar zo'n 14 tot 16 graden in de loop van de nacht. En ook morgen overdag hebben we te maken met een afwisseling van zonnige momenten en wolkenvelden. Ook dan komt er in de loop van de dag een zwakke storing door. De temperatuur blijft wat lager dan vandaag. Het wordt rond 20 graden en dat komt omdat een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige westelijke wind geleidelijk aan toch wat koelere lucht gaat aanvoeren. En die tendens zal de dagen daarna doorzetten. Dinsdag gaat er al een enkele bui vallen en wordt het een graad of 19. Woensdag is duidelijk de slechtste dag met veel buien en lage temperaturen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Zeeland Nu. Ga voor meer nieuws uit de regio naar www.omroepzeeland.nl. Nog een mooie avond. Dag.